Maar wat staat er dan wel op uw lijstje, Mark Rutte? Ja, ik heb een mix van een paar dingen. Om te beginnen, ik kom uit Den Haag. Dus een van de nummers die erop staat is Riddelhof van Golden Earring. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk echt een stad van de rockmuziek. Het is wel een wat oud nummer natuurlijk al. Nou ja, voor de top 2000 is niks te oud natuurlijk. Zeker, zeker. Nee. En het lijkt me zo mooi als we een keer niet op nummer 1 de bekende nummers hebben. Dus dames en heren, stem nou allemaal op Riddelhof. Ja, gaat dat mogen zijn er nummer 1? Wat mij betreft mag het echt nummer 1 worden. Jongens, het is echt een van de allerbeste bands wereldwijd. We hebben net die prachtige biografie gezien van Barry Hay, die uitgekomen is. Ook een legendarische figuur, die hele band is legendarisch. Dus die staat er voor mij op. Ja. Ik hou ook erg van Uptown Funk van Bruno Mars. Moderne smaak ook nog. Zeker, dat is ook erg leuk. Ja. Dus die heb ik ook opgezet. Ja, ik ben natuurlijk een jongetje ook opgegroeid in de jaren 80 en 90. Met uitgaan en zo begon voor mij. Ik zie al glunder in je ogen. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Nee, er zijn een paar dingen. Uit 2000, iets van daarna, is U2, Beautiful Day. Volgens mij is dat 2001. Ja. Maar ook Let's Dance van David Bowie. Overleden, helaas. Ja. Ja. Ja, die moet toch hoog in de lijst komen, David Bowie. Ja, maar niet zo hoog wat mij betreft als Riddelhof van Golden Earring. En ja, er is natuurlijk een wat recenter nummer, 2015, waar Paul McCartney weer in zit. Ja. En jullie kennen hem. Four or five seconds. Ja, precies. En het leuke is dat ik begrijp dat jonge mensen die dat nummer horen zeggen van hey, dat is geestig, die Paul McCartney gaat misschien wel doorbreken. Ja, zou het groot kunnen worden. Ja. Dat verhaal gaat nu. En misschien moeten we even de jonge luisteraars uitleggen dat Paul McCartney al een van de allergrootste is. Maar gaaf om te zien dat de jonge generatie, dus ook Paul McCartney, naast natuurlijk de andere zangers die erop zitten, maar vooral Paul McCartney weer begint te ontdekken. Kunnen we hier doorgeven? Ja. Hier kunnen we de artiest in toetsen. Ja, de titel. Even kijken, pak je hem dan. Even kijken. Later. Ja, was leuk hè? Ik vond het zelf ook niet slecht. Even kijken. Ja, opslaan. Heel goed. Top. En wat is de rest van uw lijstje? Kijk, ja, u mag hem zelf uitklappen. Dames en heren, het stembiljet, dat doe ik anders niet op 15 maart volgend jaar. Ik wil even laten zien. Maar dan moeten we hem wel ergens nu in doen, of niet? Ik wil hem Ja, dat mag wel. We nemen hem mee naar Hilversum in de bus.